Vrijdag, de laatste dag van januari. Dit is U Vandaag. Gemeentes tekenen manifest voor soepeler wietbeleid. Grafkelders onder Jans Kerkhof zijn spectaculaire vondst. En melancholieke oud-burgemeester van Veenendaal mag naar afscheidsfeest van prinses Beatrix. Goedenavond. Goedenavond. RTV Utrecht mocht als allereerste een kijkje nemen in de net ontdekte grafkelders onder het Jans Kerkhof in Utrecht. En aan Eva Munnik was de eer, hè? Ja, het was heel bijzonder om daar binnen te zijn. 7 mensen hebben 500 jaar lang, zonder dat iemand het wist, daar gelegen. Maar nu is hun rust voorgoed verstoord. Oké, later meer, Eva. Nu eerst alle nieuws van vandaag. In zeker 3 winkels in winkelcentrum De Klomp in Zeist is asbest vrijgekomen na de explosie begin deze week. Dat zegt winkelcentrum-eigenaar Rialto. In het overdekte deel van De Klomp is asbest terechtgekomen dat verwijderd moet worden. Het winkelcentrum is nog altijd afgesloten. Maandag is het asbestonderzoek waarschijnlijk afgerond. Een man uit Soest die 1,5 jaar geleden zijn deel van een 2-onder-1 kapwoning heeft gesloopt, moet dat binnen een week herstellen. Dat heeft de rechter besloten. Na het slopen wilde de man een nieuw huis bouwen, maar zijn geld was op. Als hij de boel niet herstelt, moet hij zijn buren €500 per dag betalen. Die zitten sinds de sloop met lekkages en hoge stookkosten. Werkzaamheden met snijbranders en slijptollen zijn waarschijnlijk de oorzaak van de brand bij metaalbedrijf Polynorm in Bunschoten. Gistermiddag zeggen verschillende medewerkers. De brand ontstond in een loods met kartonnen verpakkingsmaterialen. Het vuur dreigde over te slaan naar een loods waar smeerolie was opgeslagen. Dat wist de brandweer te nauwernood te voorkomen. Wethouder Middendorf van De Bilt is opgestapt omdat de gemeenteraad zijn plannen voor een nieuw zwembad niet steunt. Middendorf wilde na jaren discussie eindelijk een besluit nemen over vervanging van het verouderde zwembad Brandenburg. Maar zelfs van zijn coalitiegenoten VVD en D66 kreeg hij geen steun. Die twee gaan nu samen verder zonder de PvdA GroenLinks-fractie van Middendorf. In Utrecht hebben meer dan 30 Nederlandse gemeenten een manifest ondertekend om het wietbeleid te versoepelen. Ze willen zelf wiet gaan telen, onder meer om de drugscriminaliteit tegen te gaan. Ja, met het manifest hopen Utrecht en de andere gemeenten minister Opstelten te overtuigen. Maar hij lijkt niet van plan om de ondertekenaars ook maar iets tegemoet te komen. 33 burgemeesters en wethouders die een vernieuwd softdrugsbeleid willen in Nederland. Een aantal komen vandaag in Utrecht bij elkaar voor het ondertekenen van een manifest. Wietteelt moet door de overheid gereguleerd worden om zo de criminaliteit terug te dringen. Je ziet hier ook burgemeesters die ook erkennen van nou eigenlijk was ik er nooit zo'n voorstander van. Maar nu ik burgemeester ben, nu ik zicht heb over wat voor problemen eigenlijk dit beleid met zich meebrengen. En het dient de volksgezondheid niet. En dat is wat wij als Utrecht echt op de kaart hebben gezet. Ja, dan ga ik natuurlijk mee in deze beweging en zet ik ook mijn handtekening. Volgens de ondertekenaars moet het manifest ervoor zorgen dat het aantal softdrugsgerelateerde liquidaties, stroomdiefstal en brandgevaarlijke situaties in wijken terugloopt. Maar minister Opstelten ziet er allemaal niets in. Regels zijn regels volgens de VVD'er. De politie moet keihard optreden tegen kwekers, ook al heb je maar een paar plantjes thuis. Het Verbond voor Opheffing Cannabisverbod vindt die gedachte onbegrijpelijk. Er werd hier terecht gezegd dat in Nederland op dit moment het planten van cannabisplanten ongeveer de ergste criminaliteit is die wij in Nederland hebben. Wat natuurlijk absurd is als je denkt aan roof, overvallen, moord, pedofilie vergeleken met een plantje in de grond stoppen. Een door God gegeven plant. Dus nou ja, op dat punt zijn er nog veel vorderingen te maken. Het VOC is blij met de inspanningen van de 33 gemeenten om een doorbraak te forceren. Toch zijn er ook wietliefhebbers die het manifest echt niet 1, 2, 3 voor verandering zien zorgen. Dus de kans dat er deze kabinetsperiode iets gebeurt, is heel klein. Dus ja, of het kabinet moet vallen, of we zullen moeten zorgen dat het over 2 jaar kant en klaar ligt en dat het volgende kabinet het kan inkoppen. Volgens wethouder Everhart, die inmiddels ook steun krijgt van VVD-corrivé Frits Bolkestein, inderdaad, net als Opstelten een ras VVD'er, is reguleren van wietteelt een kwestie van tijd. Dit is vandaag, morgen, uiterlijk overmorgen is dit geregeld. Op de redactie zit verslaggever Mark van der Wel. Mark, we hoorden net dat minister Opstelten falikant tegen is, tegen het versoepelen van het softdrugsbeleid. Wat heeft dat manifest dan voor zin? Nou ja, uiteindelijk gaat de minister daar niet over, maar de Tweede Kamer. En daar is eigenlijk maar een hele kleine meerderheid nog maar tegen de plannen om die wietteelt te reguleren. 77-73. Dus het is erg spannend en daardoor ook erg belangrijk dat zo'n manifest volgens de indieners wordt gemaakt.
Ja, maar toch vraag ik me dan af hoeveel waarde zo'n manifest dan heeft. Nou ja, in de wereld gebeurt er natuurlijk van alles op dit moment. Hè. In Uruguay, in Zuid-Amerika is de wietelt al zo'n beetje legaal. En ook in Amerika, altijd een land geweest wat zwaar tegen elke vorm van drugs was. Er zijn ook al een aantal staten waar het gewoon legaal gemaakt is. En de indieners van het manifest, die hebben zoiets van, er gebeurt iets in de wereld en wij moeten hier nu op inspringen. Ja, meer dan 30 gemeentes hebben hun handtekening eronder gezet. Er zitten opvallend veel gemeentes bij uit de grensstreek. Wat zegt dat? Ja, die hebben natuurlijk heel veel te maken met drugstoerisme. En het is eigenlijk ook wel een beetje een protest tegen wat de minister zegt, Opstelten. Die zegt 80% van de Nederlandse wiet die op zoldertjes en in loodsen gekweekt wordt, is voor het buitenland bestemd. Nou, die gemeenten zeggen dat is pure onzin. Het gaat hooguit om 10%. En er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Nou, ik kan me zo voorstellen dat de voor- en tegenstanders nog eens goed naar die onderzoeken gaan kijken in de Tweede Kamer. En dat er dan uiteindelijk een debat gaat komen. Maar dat het spannend wordt, dat is wel duidelijk. Dankjewel, Mark van der Wel. Een spectaculaire ontdekking van grote historische waarde. Dat zijn de beschilderde grafkelders onder het pand van de rechtenfaculteit in Utrecht. Ja, maar wat moeten we ons bij voorstellen bij die grafkelders? Op het Janskerkhof in Utrecht staat verslaggever Eva Munnik. Eva, jij mocht als RTV Utrecht verslaggever als eerste naar binnen. Ja, als eerste gewoon mens, niet ambtenaar, niet medewerker van de universiteit, niet archeoloog, mochten wij naar binnen. Alle pers mocht vanmiddag kijken, maar wij mochten nog net iets eerder dan de rest, dus dat was wel heel stoer. Ja, en ik vond het wel heel bijzonder om daar in die grafkelders te zijn. Er liggen namelijk nog een aantal skeletten. In totaal lagen er 7, een aantal is al geborgen, maar een paar liggen er nog. Waaronder dus een moeder met een baby. En die vrouw die had een heel gaaf gebit. En dat is best bijzonder voor in de middeleeuwen. En dat lag daar dus. Dan zie je daar zo tanden liggen die daar al 500 jaar liggen. Ja, vond ik heel apart. Ik ben heel benieuwd. Er komt hier de kelder in. En dan links daarvan gaan we even de graven bekijken. Oeh, wauw. In de late middeleeuwen stond hier een klooster van Franciscaner monniken. Onder het klooster werden mensen begraven in grafkelders. Maar wie waren ze en waarom lagen ze hier? Goede burgerij. Dit waren de iets rijkere mensen die zich dit konden veroorloven. Men maakt zich natuurlijk best zorgen altijd over het lot van de ziel na de dood en het laatste oordeel. En als je dus sponsorde, het klooster sponsorde, dan gingen ze voor je bidden. En als ze het maar even konden, dan liet je hier begraven. Wat de vondst extra bijzonder maakt zijn de muurschilderingen. De muren van de kelders zijn beschilderd en bepleisterd met kruismotieven. Nou, we vinden wel regelmatig graven hoor, maar keldertjes wat minder. Ja, nee, dat komt niet zo vaak voor. En dan zeker niet als ze ook nog beschilderd zijn. De kelder van de rechtenfaculteit is nu alleen toegankelijk voor een select publiek. Maar de gemeente wil de vondsten graag aan alle Utrechters laten zien. Nou, dat zal wel heel erg leuk zijn. Daar gaan we over in gesprek met de universiteit, hoe we dit zichtbaar kunnen maken. Het pand is eigendom van de universiteit, daar werken we hartstikke goed mee samen. En moeten even kijken hoe dat kan. Wij hebben het gezien, nu mag de rest. Ja, we gaan terug naar Eva Munnik op Janskerkhof. Eva, het is bijzonder, dat is me duidelijk, maar hoe bijzonder nou eigenlijk? Nou, best bijzonder. De laatste keer dat de grafkelders ontdekt werden hier in Utrecht is alweer zo'n 30 jaar geleden. Dat was in de jaren 80. En het waren stadskelders onder kerken. Dus voor het eerst dat er een grafkelders onder een voormalig klooster zijn ontdekt. Dus dat is sowieso uniek. Die dingen komen gewoon niet zo snel naar boven, want ze liggen best diep. Dus je moet een heel eind graven om zo'n grafkelder te ontdekken. Dat doe je niet zo snel. Hier werd toevallig die rechtenfaculteit, die wordt nog steeds grondig verbouwd. Daarom dat gegraaf. Maar normaal gesproken komen ze gewoon nooit naar boven. Ja, is het niet zo heel verrassend dat op het Janskerkhof een schedel of botten naar boven komen? Klopt, want het Janskerkhof is, zoals de naam al doet vermoeden, een voormalige begraafplaats. Dus er liggen waarschijnlijk nog wel meer beenderen hier onder de grond. In 2000 kwamen er nog tientallen geraamtes naar boven bij wegwerkzaamheden. Ja, wanneer kunnen wij eigenlijk kijken? Want jij bent natuurlijk lekker geweest, maar wij nog niet. Ja, als het gaat gebeuren, dat het grote publiek die grafkelders mag bewonderen, dan zal het in ieder geval nog wel even duren. Eerst moet die verbouwing af zijn, die duurt nog een jaar of twee. En ja, tot die tijd behoor ik tot het selecte eliteclubje dat al even heeft mogen kijken. Nou ja, het is je gegund, Eva. Dankjewel. Zometeen, FC Utrecht bindt met nieuw bloed de strijd aan tegen Ajax. En felicitaties stromen binnen op het nieuwe adres van Beatrix. Maar het is bijna weekend, dus we gaan eerst eens even kijken wat er allemaal aan kunst en cultuur te beleven is in de regio. Ja, en daar weet jij natuurlijk alles van, Eva. Eva Bouwen. Hallo. Hey, deze week 25 jaar bestaan van RTV Utrecht. Allemaal jubilarissen in het zonnetje gezet.
Maar jij hebt ook nog even een speciale. Ja, Radio M geeft bloemetjes aan iedereen. Maar wij hebben eigenlijk een hele bijzondere. Want Antje Montero zit vandaag 25 jaar in het vak. Zo. Dat vind ik best een prestatie, want ze ziet er hartstikke goed uit. Dus waar ze die tijd vandaan heeft gehaald, I don't know. 89 begonnen. Toen zat ze al in een musical. Mm-hmm. In het showballet van Penny de Jager uit Maarsen. Ze is zelfs assistent geweest bij Hans Kazan. Oh, dat lijkt me trouwens best een coole baan. Ik weet niet of ze dan ook wel eens doorgezaagd is door Hans. Maar ik denk dat we haar vooral kennen van haar rol in AIDA, haar grote doorbraak. Over liefde die eindigt in landverraad. In de rol van Amneris zingt ze de sterren van de hemel en haar reputatie is meteen gevestigd. Ze begint met presenteren voor tv en krijgt haar eigen reality soap op RTV Utrecht. 100% Antje. We gaan dansen in de zon, met een lach op ons gezicht, ja, we omarmen het leven. Daarin beleven we veel persoonlijke momenten met haar dochter Romy. Moet je moeder ook vaak te laat? Altijd. Altijd te laat. Leugenaar. Niet liegen. Maar in haar privéleven kent Antje ook tegenslagen. Haar zus Marina overlijdt plotseling. Haar verdriet verwerkt ze in de ballad Ineens. Ja, daar gaan we. Antje blijft zingen, bijvoorbeeld in de musical We Will Rock You over rockgroep Queen. Maar ze gaat ook op zoek naar haar roots. Antje woont op een woonwagenkamp in Utrecht. En in het programma Gypsy Girls wil ze vooroordelen daarover wegnemen. Een veelzijdige carrière die vanavond wordt gevierd met een eenmalig jubileumconcert in Leusden. Goh, weet je, dat door die reality show bijna vergeten was wat een fantastische zangeres het is. Ja. Dat is waanzinnig. Kunnen we er nog één vanavond in Leusden? Nou, ik vrees dat het wel bijna uitverkocht is. Dus als mensen dit nu zien, kunnen ze nu nog even daarheen rennen. Het is in de Lindenboom in Leusden. Maar het is echt vooral voor haar echte fans, familie, vrienden, mensen die haar die hele periode hebben gesteund. Dus nou, onze felicitaties gaan natuurlijk uit naar Antje. Zeker weten. Ja. Hey, Kasteel de Haar, Haar Zuilens. Daar is een tentoonstelling. Ja. Weer over personeel. En nou, dan denk ik aan Downton Abbey trouwens. Downton Abbey, nou, dat is grappig dat je dat zegt, want daar moest ik ook aan denken. En ik ben zelf best wel fan van die serie, nou weet ik dat jij ook kijkt. Ja? Ken jij het, Rex? Cool. Ik kan me wel van vroeger zoiets herinneren. Dus upstairs, downstairs. Dus het idee van dat een adellijke... Dat is lang geleden hoor, Rex. Ja, even een referentiemomentje naar Rex. Maar Downton Abbey gaat over inderdaad de perikelen van een adellijke familie en het personeel. Die weten natuurlijk alles van elkaar. Mm-hmm. Nou, in Utrecht hebben we zo'n kasteel. De Haar, daar woonde de adellijke familie van Zuilen, de baron. Die waren het hele jaar door echt de jetset. Maar in september bivakkeerden ze op De Haar. En in die maand, dan moest alles uit de kast gehaald worden. Balmaskees, theedansants, diners. Mensen als Roger Moore kwamen daar, Maria Callas. Je kan het je eigenlijk niet voorstellen, allemaal dus zeg maar gewoon hup, buiten Utrecht. Nou, deze tentoonstelling gaat dus over het personeel. En ze willen op die manier een uniek kijkje achter de schermen geven. En dan hebben we een voorbeeldje van de huismeester, Cor van Gelen. Dit is zeg maar de Carson van Kasteel de Haar, voor de mensen die de serie kennen. Hij begon in 1912, toen hij 15 was. Leerde ze heel veel talen, klom op en werd dus eigenlijk de huismeester, de butler van de familie. En het leuke is, zijn dochter was later kapster voor de barones. En zij heeft ooit nog het haar van Maria Callas helemaal opgemaakt met een paar sansevieria's erin. Dus hoe ze dat heeft gedaan, zo die kamerplant in haar, I don't know. Ja. Maar er zijn dus allemaal van dit soort hele leuke anekdotes die normaal gesproken nooit iemand te weten zou komen. Schitterende oude foto's. Ja, prachtige foto's. Dus ja, ik denk dat dit echt een aanrader is. Vanaf donderdag personeel op het kasteel bij De Haar. Ik ben helemaal enthousiast. Ik wil er wel met jou naartoe. Nou, dat gaan we doen, Marie. Dat is een date. Top. Helemaal goed. Het is pompen of verzuipen bij SC Utrecht. Na de winterstop werd de ene na de andere wedstrijd verloren. De ziekenboeg zit nog vol. En die ploeg van Jan Wouters die snakt echt naar versterking. Ja, zeker met die zware wedstrijd tegen Ajax voor de boeg. En die versterking die is ook gevonden. Op de allerlaatste dag van de transfermarkt werden maar liefst 4 nieuwe aanwinsten gepresenteerd. Niemand kon om 9 uur vermoeden dat dit de drukste transferdag van het jaar voor Utrecht zou worden. Directeur Wilco van Schaik opent het bal. Hij komt aangelopen met Mathieu Delpierre. Vanochtend ingevlogen vanuit Hoffenheim. Ik sta sommige sterk in de kopbal sterk. Zwaaikamp.
und in Spiele aufbau. Del Pierre pakte de titel in de Bundesliga in 2007. Deze aanwinst kan FC Utrecht zondag goed gebruiken. Ik denk dat het vielleicht een beetje früh. Ik moet eerst mal met de trainer spreken. Maar ja, zo realistisch denk ik dat het vielleicht een beetje früh. Een beetje vroeg, maar de trainer denkt daar anders over. Dat gaan we eens rustig bekijken. Als ik weet wie er wel en wie er niet beschikbaar is. Dus nogmaals, het is even met één of twee spelers afwachten of het papierwerk in orde is. Het papierwerk is in orde, dus wie weet zien we Del Pierre zondag tegen Ajax. Christian Dorda komt vlak voor de training Galgenwaard binnen. Hij traint nog niet mee, is niet speelgerechtigd, maar tekent wel zijn contract. Ja, ik heb denk ik ook schon meine gewisse kwaliteit. En ja, versuche dan een beetje stabiliteit rein te brengen om, ja, om die gewisse punten te erreichen. Was is zijn typische Christian Dorda kwaliteit? Een typische kwaliteit? Schwer te zeggen. Nummer 3 is de pas 20-jarige Fernando uit de jeugd van FC Barcelona. Hij had een succesvolle stage wat uitmondt in een overeenkomst van 3,5 jaar. Estoy muy contento de firmar aquí y de poder estar en esta ciudad y en este club. Que me ha dado la oportunidad de jugar en una liga profesional como es la Eredivisie. En dan nog de 35-jarige Danny Koevermans. Die wordt nu definitief pinchitter. Nu mag je me absoluut pinchitter noemen. Ja. Ik heb er nu geen moeite meer mee. Want als je je in die rol schikt, dan is dat allemaal prima. Dat is absoluut wel de bedoeling nu van het idee waar ik hier ben. Achter de Ridder en Agudelo. Ja, dat is me denk ik wel op het lijf geschreven. Nou, helaas, Danny Koevermans is ook zondag nog niet speelgerechtigd. Hij doet dus niet mee tegen Ajax. FC Utrecht Ajax begint trouwens zondag om 12:30 en is live te volgen op Radio M Utrecht. Tijd voor Utrecht nieuws bij andere media. Marie, het Postiljon Hotel in Bunnik. Zat gisteren in? Brandpunt. Brandpunt. Jazeker. En het ging over Kunstroof. Want meer dan 20 jaar geleden werden in Leerdam zeer kostbare schilderijen gestolen. Er zat onder meer een Frans Hals bij. De dieven verkochten hun buit aan justitie. En dat is best een opmerkelijke deal. De deal zal plaatsvinden in het Postiljon Motel in Bunnik. Ja, en in dat hotel werd met de dieven onderhandeld. En voor €500.000 ging onder andere dat schilderij van Frans Hals weer terug naar het museum in Leerdam. Maar met name is toch wel, Riks, heel opmerkelijk te noemen dat stolen spullen worden teruggekocht door justitie. Ja, kunstkidnap, als het ware. Een man uit Veenendaal die wordt vervolgd voor het bezit van kinderporno blijkt docent te zijn op een basisschool. En volgens de Telegraaf is hij ook nog oppas en jeugdtrainer bij een korfbalvereniging. Dat is schrikken voor de ouders. Alle ouders zijn wel op de hoogte gebracht van de verdenking tegen de man. En eind mei moet hij voor de rechter komen. Ja. En dan boekhandel Polaren. Het is gered, dat zegt althans Polaren-commissaris Cor Molenaar. De website van RTL Nieuws schrijft dat er begin volgende week een persconferentie komt. En daar wordt dan bekendgemaakt hoe de problemen bij de boekhandelketen worden opgelost. Alle boekwinkels die zijn afgelopen dinsdag gesloten. Maar het blijkt dus dan niet definitief. Mm-hmm. Maar ik zou ook zeggen, laten we maar heel even afwachten op die pers. Goed komt. Precies, op die persconferentie. Ja, toen leerlingen van basisschool De Zonnewijzer een tijd geleden op bezoek waren bij het Ronald McDonald Huis in Utrecht, werden ze direct op het idee gebracht. Ze wilden geld inzamelen voor het goede doel. Ja, daarvoor hebben de kinderen alles uit de kast gehaald. Vandaag brachten ze zelf de opbrengst naar het Ronald McDonald Huis. En ik wilde graag weten hoeveel dat is, want het is keuze om te kijken. Wij gaan nu naar het Ronald McDonald Huis om geld te brengen. Met een zelfgemaakte cheque komen de kinderen vanmorgen vroeg aan bij het Ronald McDonald Huis in Utrecht. Ze zijn er al eens eerder geweest en daarom weten ze waarom het huis belangrijk is voor kinderen. Dat de papa's en mama's dan dicht bij hun zieke kind zijn. Het geld is opgehaald door groep 4 van basisschool De Zonnewijzer in Amersfoort. Fien, Stan, Merlijn en Pebea mogen de cheque namens de klas overhandigen. Jongens, wat een mooi bedrag hebben jullie opgehaald? 610 euro en 62 cent. Het huis heeft 25 kamers die het hele jaar bezet zijn. Het geld komt daarom goed van pas. Dat varieert van banken en de keukenapparatuur tot aan het gas, water, licht. Dus alle bijkomende kosten moeten natuurlijk wel gefinancierd worden. En het is heel prettig dat daar vanuit verschillende hoeken en verschillende kanten dan donaties voor binnenkomen.
Karin van der A. is onder de indruk van het gebaar van de kinderen. Het blijft altijd bijzonder, want het zijn natuurlijk gewoon hartverwarmende acties. Als je ziet dat vooral kinderen hier zo druk mee bezig zijn geweest. Dat maakt de actie denk ik nog wel dubbel speciaal. De taak van de kinderen zit erop. Zij kunnen terug naar de klas om te vertellen dat het geld goed is aangekomen. Dag, dankjewel dat je er was. En fijn dat je zoveel voor ons gedaan hebt. Dag. Nou, prachtige actie van die kinderen. Marie, welke onderwerpen heb je voor maandag? Nou, onze verslaggever Rix die kan naar Vianen. Daar hebben ze een zwembad dat gevuld moet worden. En de wethouder gaat de eerste druppels in dat fonkelnieuwe zwembad laten lopen. Maar we kunnen ook naar Kamerik. Het riviertje de Gert moet namelijk uitgebaggerd worden. En daarvoor maken ze nu een tijdelijk baggerdepot. Of ja, we gaan gewoon naar Utrecht. In de binnenstad slaan kleine middenstanders de handen in één, zodat ze hun spullen toch op een toplocatie, een A-locatie kunnen verkopen. Dus je kunt kiezen tussen het nieuwe zwembad, het baggerdepot of de kleine middenstanders. En dat kunt u doen via rtvutrecht.nl. En dat moet u dan doen voor maandagochtend 9 uur. Het is dubbel feest voor prinses Beatrix. Vandaag is ze jarig, proficiat. En morgen bedankt Nederland haar omdat ze 33 jaar onze koningin is geweest. Met een spetterende feestavond in Ahoy in Rotterdam. De Veenendaalse oud-burgemeester Ties Elsinga is daar zeker bij. Hij heeft Beatrix vaker ontmoet en was 2 jaar geleden gastheer op haar laatste Koninginnedag. En daar is hij nog steeds erg trots op. Maar kijk, dan komen ze over die kerkweek binnen. Nou, dat vind ik prachtig. Ties Elsinga krijgt er geen genoeg van. De beelden van het koninklijk bezoek aan Veenendaal kan hij inmiddels dromen. Maar je moet, ik heb ook wel eens een keer met de familie nog zitten kijken. En zei ze, dat doet nou maar even uit, we weten het nu wel. Maar Elsinga en de koningin kenden elkaar al lang voor dat bezoek aan Veenendaal. Eind jaren 80 kwam Beatrix voor het eerst langs, toen nog in Bolzwart. Het moment dat we op het bordes staan in Bolzwart, dan sta ik er met de heer Wiegel, de koningin in het midden en de burgemeester van Bolzwart dan rechts. Onder het prachtige stadswapen van Bolzwart. Ja, dat is leuk. Dat zijn plaatjes die gaan mee. Voor Elsinga zijn het historische momenten. Maar hij beseft ook, de koningin maakte duizenden van dit soort momenten mee. Maar ze heeft ook wel eens een keer tegen mij gezegd, nou meneer Elsinga, dat is wel heel erg lang geleden. Ja, dat is ook zo dan. En zaterdag is dan het moment van het afscheid. Het programma is goed gevuld met veel muziek, maar daar komt Elsinga niet voor. Hij hoopt erop de voormalige vorstin nog één keer te spreken. Nou ja, dan bedenk ik wel wat. Ja, dat is nooit een probleem voor een Elsinga. Dat komt wel, maar ja, het feit toch dat wij de laatste gemeente waren, dat is leuk. Dus dat memoreer ik dan wel even, als er tijd voor is. Want het echte afscheidsfeest, dat blijft wat Elsinga betreft toch 30 april 2012. U heeft ons werkelijk een onvergetelijke Koninginnedag gegeven. Hartelijk bedankt. Ja, wilt u ook weten of het Elsinga lukt om de prinses te spreken? Luister dan maandagochtend naar Utrecht is wakker op Radio M, want daar is hij het gast. Ja, ik zie hem al glunderen als hij naar het feest gaat. We gaan naar het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het gaat regenen. Het wordt niet kouder dan 1 graad of 2. Morgenochtend eerst nog wat regen, maar later klaart het op. Er valt er nog maar een enkel buitje. Het wordt ongeveer 7 graden morgen. Zondag en de dagen daarna is het droog en zonnig. Met 's nachts lichte vorst en overdag 1 graad of 7. Dat is niet slecht, hè? Dat is zeker niet slecht. En tot zover deze U vandaag. Voor het laatste nieuws uit de regio kunt u natuurlijk terecht op rtvutrecht.nl of op onze app. Mm-hmm. En morgen dan kunt u kijken naar ons weekoverzicht met Eva Brouwer. En U vandaag is er dan weer om 5 uur. Bedankt voor het kijken. Fijn weekend nog. Fijn weekend. Ja, wat leuk hoor. Ja, ik bedoel nog niet wat. Ik ben bij jou zo direct.